Sanaya Rampadaratsing is vanmorgen afgestudeerd aan de Antetokounmpo Universiteit van Suriname. Rampadaratsing, student van de studierichting Biologie van de faculteit der Wiskunde en Natuurkundige Wetenschappen, heeft haar thesis The Development of a Loop-Mediated Isothermal Amplification Method in de MUSA-SPP in Suriname verdedigd. MUSA-SPP's zijn bananensoorten en het onderzoek richtte zich op bescherming van de bananen tegen Ralstonia solanacearum, een bacterie die onder andere de mokko-ziekte veroorzaken. De afgestudeerde zegt dat ze haar studieperiode met genoegen heeft doorlopen. Natuurlijk ook de faculteit. Ik heb ook een leuke rol gespeeld in de afgelopen 5 jaar in de faculteit of binnen de faculteit. Ik heb studentencommissie mogen doen, ik heb opleidingscommissie mogen doen, ik heb gezeten in de selectiecommissie. In de tussentijd heb ik ook zoveel geweldige docenten, begeleiders, mentoren mogen ontmoeten die mij zeker kennis hebben meegegeven. Ook mijn waardering gaat uit naar u allen. De universiteit over het algemeen, het is niet alleen faculteit, maar ook het hele universiteit. Ik heb niet alleen op FWNW mijn vakken gevolgd, ik heb ook gevolgd op bij maatschappijwetenschappen, FDW. Maar ook medisch faculteit enzovoort. Dus mijn waardering gaat ook uit naar en mijn dank naar u allen. Rampadaratsing is afgestudeerd met een 8 en verkreeg met het verdedigen van haar thesis de titel Bachelor in Science Biologie.